Bleekemolen hier vanaf Daytona. Dit is een van mijn raceauto's. Hier zal ik op de vrijdag mee gaan racen. Je ziet het staan, GS. Dat is de klasse waar we in racen. Daarmee kunnen we overal winnen in de 4-uursrace die voorafgaande aan natuurlijk de grote Rolex 24 verreden wordt in dit mooie complex. Het weer is goed. Het is wat frisser geworden. We hebben vorige week getest. Dat was eigenlijk een hele weinig goede ervaring. De auto was best wel snel. En dat is in deze klasse dan voor de 4-uursrace bij de Porsche. Waar we mee rijden in de hoofdrace, de Rolex 24. Dat is een nieuwe Porsche GT3 R. En die is op dit moment nog een stukje te langzaam. Dat ligt niet aan de auto, maar aan hoeveel vermogen we krijgen vanuit de organisatie. Want zoals bekend is, heb je een balance of performance waar bepaald wordt hoe snel de auto mag zijn. Hoeveel vermogen je mee mag nemen en hoeveel gewicht je hebt. Dus dat bepaalt bij ons ook hoe snel we zijn. Nou, daarmee zijn we helaas voor de grote race nog niet zo snel. Hopelijk komt er nog een aanpassing. Ik heb op zich een sterk team. Ik rijd voor Kelly Moss Riley. Riley heb ik al 7 keer mee op Daytona meegedaan. En een van de topteams hier. Het team heeft ongeveer 30 overwinningen hier op Daytona op hun naam staan. Dus zeker een van de beste. En een team waar ik me heel erg thuis voel. Dus ga kijken wat het wordt. Teamgenoten zijn sterk. Het zou eigenlijk wel mooi weer moeten blijven. 'S Nachts koud, dat is lastig. Je hebt hier geen bandenwarmers. Dus ja, je rijdt hier uit die pits weg en dan rij je de baan op. En dan moet je echt oppassen de eerste 2-3 ronden. Ook in die banking, die is makkelijk vol gas. Je ziet al, hier is hij niet zo stijl. Maar je hebt plekken waar die veel steiler is. Dus dan moet je echt oppassen met die koude banden. Die auto die gaat echt bewegen, omdat de band nog niet zo hard is. Gaat die echt een beetje een soort van stuiven. Dus dat is heel anders. Nou, we gaan kijken wat het wordt. Ik hou jullie op de hoogte vanaf Daytona. We beginnen nu met de kwalificatie voor de eerste race van het weekend voor mij. Dat doet mijn teamgenoot Tom Collingwood, daar ik samen met Spencer Pampelli. En daar doen we dus vrijdag eerst de 4-uursrace. Voorafgaande aan de 24 uur, de Rolex 24, een mooie opwarmer dus.